Een goedemiddag, lieve vrienden. Ja, we zijn weer eventjes bezig. Ik heb lekker mij gedoucht en gepoedeld en gedaan. Moest ook wel weer gebeuren na een drukke arbeid als gisteren. Frodo is heel erg lief geweest. Die ligt nou daar lekker. Die is al buiten geweest, hè, man. Ja, hè. Is lekker even buiten, hè. Ja. Het regent nou niet, het is droog, hè. Het heeft wel geregend. En ja, ik ben tevreden bij daglicht, ook met mijn kerstboom. Ja, ik zal hem hier ook weer even tonen. Hij is toch mooi qua kleur. Wit, zilver, goud en brons. En dan die zwanendonslingen, ja, dat is een beetje zalmachtig. Ja, ik vind hem helemaal mooi. En dat, baby's eerste kerstfeest, ik weet niet of jullie hem zien, die, dat is de baby's eerste kerstfeest toch, die is van mijn stiefzoon, maar het woordje stief, dat vind ik een afschuwelijk woord, dus het is mijn zoon, de zoon van mijn mannetje, David. En aan die andere kant heb ik er ook een hangen, maar daar kan ik denk ik niet bij komen, nee. Die staat verkeerd hier. Hup, zo, even verschuiven. En dan gaan we naar deze kant. Hier al hangt er eentje. Met roze. En daar staat ook hetzelfde op. En die is van mijn andere jongste dochter. Katja genaamd. Ja. Die ik heel erg mis overigens. Maar ja. Dat ligt niet aan haar, dat ligt niet aan mij. Nee. Maar de pleegzorg, zeg maar. Rustig. Ja. En dan moet ik mijn klepje weer omhoog zien te krijgen. Ja, dat ging die. En we leven trouwens vandaag op zondag. Zo, ja, en het is alweer bijna... Ja, het is al 2:15 geweest. Het is 2 december, dus het is eerste adventzondag. Degenen die daarin meedoen, die mogen vandaag hun eerste kaarsje branden. Ik ga dat vandaag ook doen, maar ik ben net beneden, dus dat is allemaal nog niet gebeurd. Ik heb lekker mijn haar gewassen en al. Ja, ik ben wel eerder beneden geweest, hondje buiten gehad en alles. Maar ja, je moet douchen, dan moet je toch ook een beetje hem in de gaten houden op geluid. Nou, dat kan alleen nog boven. En hij heeft zich keurig netjes weten te gedragen. En dat is heel erg goed, dus hij krijgt straks een beloning. Een lekker koekje, hè, kerel. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag nog. Ga ik ook doen. Ik ga een bakje koffie maken en ook wat lekkers bij de koffie pakken. En vanavond dan heb ik nog een kliekje stampot aan andijvie. En ik heb rundersausijtjes vanochtend uit de vriezer gehaald. Dus dat komt ook allemaal wel goed. En ik heb nog een afwas, die moet eigenlijk nog in de vaatwas. Van het douchen word ik eigenlijk ook moe, ja, lichamelijk, weet je. En ja, ze zeggen het is lekker om te douchen, ja, ik vond het heerlijk. Maar weet je wat ik heb? Ik krijg zoveel pijn ervan, omdat je bezig bent. Net zoals wanneer je aan het werk bent. Ja, maar ja, oké, maakt niet uit. Ik start hier nog wat toe. Deel dat moet naar boven toe, wat er in die tas zit. Dat kan weggebracht worden, maar ik weet niet waar het schijfje is. Dat ding dat krijg ik niet voor elkaar. Maar het maakt ook niet uit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En ik spreek jullie straks weer. Doei, doei. Hallo, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik heb eventjes de videopad aan het werk. Ja, maar ik was ook even wat anders aan het doen. Ik zal even met mijn andere hand, want ik ben rechts. Ja, dan gaat het moeilijk als je het links doet, hè? Die is nou 19% al gevorderd met renderen. Het is de video van gisteren dat ik de kerstboom neer heb gezet. Dus ja, dat komt allemaal goed. Als die klaar is, dan kan die ook naar YouTube toe. Ik ben met koffie bezig.
Ik ben van plan om na mijn eten de vaatwasser te doen. Dan is dat ook allemaal weg. Dan kan ik dat allemaal in één keer doen en dan blijft dat voor mij ook weer niet meer staan. Dan is het hele aanrecht schoon en leeg. Dus ja, even lekker een bakje koffie. Het enige wat ik me op de hand afwas, dat is mijn eigen kopje. Omdat ik een koffieleut ben. Dus ja, dan... is dat gewoon even wat makkelijker. Het is mijn eigen kopje. Ik moet denk dat een nieuwe, want er is een stukje afgesneuveld. Ja, en dat is een beetje jammer. Ja, vind ik maar weer zo'n kopje. Ik heb deze al jaren en nooit is die stuk gegaan en is er een scherfje eraf. Maar ja, het is maar goed. Kijk, hier al. Stukje eraf. Het is dat het mijn kopje is en dat ik het weet. En ja, dan is het geen probleem verder. Maar het staat niet echt netjes. Nee. Dus ik ga nog even wel op jacht voor een kopje. En gelijk weer een kerstcadeautje. Maakt niet uit. Hondje Woefwaf, vrouwtje, is hartstikke lief. Hé, hey, ja nou. Ik denk dat Gandalf boven is. Eeuwen, die heb ik op een standje moeten geven, want ja, slechter weer. Ga eens even aan de kant met je kap. Ik zal jullie wat laten zien. Even momento. En daar ligt Eeuwen. Lief, hè? Dat legt zij ieder jaar onder de kerstboom. Haar broer, die lag er vroeger ook onder, maar ja, die is helaas verongelukt. De echte broer, hè? Van dezelfde ouders. Er was ook een zwart-witte, net zoals Arwen. Enkel, hij heette Gimli toen. Maar hij wou graag wel naar buiten. Maar ja, dat ging niet 1, 2, 3. En toen toch op een gegeven moment maar laten gaan. Mijn klepje wil niet omhoog. Ja, daar was hij. Toch op een gegeven moment maar naar buiten laten gaan. Hadden we het maar niet gedaan. Wij zijn baas, niet hij. Want dan had hij nou nog geleefd en hadden we Gandalf niet gehad. Inderdaad. En dus. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik moet toch die stoel een beetje zo zetten. Maar ik ken er wel doorheen. Ja, goed hè? Lekker ruim. Fruitje kan er doorheen. Dus ik denk toch dat ik mijn hele kamer op een andere manier in ga delen in het nieuwe jaar. En dat daar maar één stoel blijft staan en dat ik die wat schever zet. En dat ik dan voor het raam een tafeltje of zoiets neerzet met een plant erop of weet ik veel wat. En ja, ik zie wel hoe en wat. Desnoods daar een andere schemerlamp neerhangen. En dan mijn poplamp. Misschien ook voor de raam, wat weet ik ervan. Ik zie nog wel. Zover is het nog niet. We hebben eerst deze feestdagen. Dus. Maar ik ben tevreden met alles. Ja, en ik ben blij met de diertjes. Dus ja, we zien wel hoe het ruilt en zeilt. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. Ik heb mijn koffie. Tenminste, avond. Het is nog geen avond. Jullie namiddag. En ik ga van mijn koffie genieten. En ik zal eventjes wat anders nog gaan doen. En ik zal nog even naar Facebook toe. Dus ja, ik heb nog een hoop te doen. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn bak met eten voor mijn neus staan. En een brakje andijvie met een worstje en gebakken champignonnen en sippeltjes erin. En ik zit te luisteren naar Karin en Roderick. Die zijn nu live bezig op YouTube. Dus altijd leuk. Maar ja, ik heb het even zachter gezet zodat ik even jullie kon toespreken. En laten zien wat ik op mijn bordje heb. Natuurlijk heb ik koffie bij en een wijntje erbij.
En als ik mijn eten op heb, dan ga ik met de vaatwasser aan de gang. Dan is dat achter me ook allemaal opgeruimd straks. Weg die bende. Overal troep troep en mijn kookplaat is zo vet als ik weet niet wat. Want het heb je net best gespatterd. Ja, ik moest nog uitkijken voor de spatters. Spetters, hè? Ja, spetters. Wat moet je, man? Op de rondje om me heen te banjeren. Het is een Frodo. Frodo. Hi, man. Nee, ja. Moet je ja zeggen? Ja, je bent toch lief? Hm? Je hebt nog eten staan, nog een beetje. Moet je dat niet opeten? Fruitje gaat wel eten. Nou, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En tot later. Doei, doei.